Terug! Fuck! Easy, dank je over de kop die je hebt. Zo, ging het op. Nou. Ja, nou, bedankt voor de bijvoer, hoor. Ach, goed. Voor een ander bandje. Dit is jouw knij, hij moet je spuug. Bedankt. Hartstikke bedankt, hoor. Ja. Houdoe. Bedankt, hè. Houdoe. Houdoe. Nou. Mevrouw, hoe is dat er, hè? Naar aanleiding van ons gesprek, ja, kunnen wij u mededelen dat wij u geschikt bevonden hebben, ja, voor de functie van toiletje van jullie! Dat weet ik niet, misschien dat straks de verbinding beter wordt. God, oh god, dat die telefoonverbinding al zo geweldig is, want dat straks met die trein al wel niet worden. Dus in afwachting van de uitslag wil ik het net even hebben over de nieuwe treinverbinding. Morgen vindt de grote stationschef wedstrijd plaats. Thank you.
wellicht niet in staat zijn tot de verrichte en de te verwachten verrichte betalingen. U bent genoodzaakt alle huren op te zetten, evenals de contracten van uw personeel. Alle roerende en onroerende zaken zullen verkocht worden. Luister, nou, ik wil naar huis. We kunnen hier niet de hele tijd rond blijven hangen. Kom op nou. Laten we nou nog heel even wachten. Alsjeblieft, nog heel even. Wie heeft er nou zijn telefoon weer zo hard staan? Jij, Helmie. Oh, ja, ik ben zelf. Nou, ik neem die op, hoor. Misschien is er een stemming in de kamer. Zou die eerst... Nee, we hebben het gedaan. En... voilà. Het document waarop staat de stadsrechten van Oosterhout. Het zat eerst niet in het archief, ik weet het heel zeker, maar op onverklaarbare wijze is het daar toch terechtgekomen. Madame la maire. Fantastisch. Anders gebeurt er nooit wat. Maak van Oosterhout een stad trots op haar rechten, die met flair en fantasie haar plaats wil bevechten. Tegenover elke stad, in elk geval Breda, maak haar heel vitaal en kom me niet te na. Net dat je geen tijd hebt, geen zin of geen idee. Als deze stad een stad moet zijn, doe dan met me mee. Oosterhout, kom Oosterhout, je schouders zo eronder, dat je met recht een stad kunt zijn, door iedereen bevonden. Veranderende rechten, dat is niet zo ideaal. Pak die rechten steeds. Allemaal hartelijk welkom en nog een gelukkig 1986. Vanavond gaan we proberen met behulp van u in de zaal en vele andere Oosterhoutenaren om dat te bereiken wat iedereen al heel lang wil. U heeft het waarschijnlijk al kunnen lezen in de kranten.
Vanavond gaan we ervoor zorgen dat de toren van onze Sint-Jan nu eindelijk eens afgebouwd wordt, zoals bij een heuse basiliek hoort. De toren moet hoger. De camera's die hier in de zaal zien staan, zijn van de OTS, de Oost-Hollandse Radio- en Televisiestichting. En zij zullen vanavond even... in de oude toren hangen, zijn niet geschikt voor de nieuw te bouwen toren. Waarom niet? We kunnen ze toch heel voorzichtig in een doosje doen? Nee, ging dat maar zo. 1, 2, 3. We came from Condatan to you. We'll sing our song, that's what we do. We'll get some money for the St. Jan. And we do the best we can. The training source is out. That's why we hear every shout. We came from Congland. We hebben omgebouwd. Ach, Oosterhout. Waar zijn ze toch? Je bos, je leizen akkers. Je voerrijen, je besten zijn tot slotjes omgedoopt. Je hebt je polders volgebouwd, nonderzakkers. In naam van de vooruitgang heb je veel te veel gesloopt. Prachtig, ik ben in één woord reusachtig. Oh, pardon. De Bussel bestaat nu een jaartje of 10. Wat zegt u nog nooit is van binnen gezien? Nog nooit een toneelstuk, een cabaret. Een nieuwjaarsrevuutje, een swingend ballet. Nog nooit operette, een slok carnaval. Het winterse circus met beesten en al. Nog nooit is gehoord van een beurs of biljart. Een lezingconcert, desnoods iets apart. Een veiling, een bruidsshow, een goed stukje jazz. Een solo performance van iemand van 6. Wat zegt u nog nooit ergens zoiets gezien? De Bussel biedt kans al een jaartje of 10. Dames en heren, passagiers voor Sri Lanka naar uitgang 27. Passagiers voor Sri Lanka naar uitgang 27. Thank you.
100 roepies en 10 van 1000 roepies. Waar sta je dan allemaal op te buigen? Ik probeer zo natuurlijk mogelijk over te komen in dat boekje Sri Lanka voor beginners. Daar staat dat de mensen elkaar altijd vriendelijk groeten. Ja, ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar iedereen staat je voor gek aan te gapen. Oh, dan zal het wel. We zitten nu met een klein probleem, dames en heren. Onze directeur heeft het trapje van 12,75 aan de andere kant gezet. Dus Gerry zal nog één keer naar deze kant moeten. En zij zal trachten midden op het koord voor u een referentie te maken. Als waardering voor het feit dat u door deze barre avond bent heen gekomen om hier in cultureel centrum De Bussel aanwezig te zijn. Gerry, succes! Staat er in Weekblad Oosterhout
Muizen verweren zich dapper. Nee, muizen vechten dapper terug. Nee, nee, nee. Muizen hakken Oostrak in de pan. Ja. Een beetje over. Nee! Dat voor jou de tijd is aangebroken, dat er dan van jou maar één ding wordt verwacht. Vecht voor je mening, voor wat je vindt, waar ook de einde mag lopen. Zorg dat je nooit hem te nimmer hoort. Van de gemeenteraad, dan kom je nog wel eens met bepaalde ideeën. Ja, ja. Dat gaan we wel over als je een tijdje er zit. Ik kan beter een beetje afstand nemen zo voor een tijdje, net als ik gedaan heb. Al moet je wel oppassen dat de kloof dan niet te groot wordt. Alsjeblieft. Het is een goed idee, Jan. En, mijn heren, het lijkt mij het verstandigste dat we bij afwezigheid van de gemeester een snel en duidelijk meerderheidsbesluit nemen. Ja, je weet immers nooit wanneer hij terug is van vakantie, hè? Nee, dat kan. Twee dagen, drie dagen duurt, maar net zo goed twee of drie maanden zijn, dat weet je nooit. Nee, en mijn heren, dan lijkt het mij misschien wel aardig dat we hem kunnen laten zien dat we hem eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Geweldig. Je kunt niet luisteren. Wat zegt hij nu toch? Dat bedoel ik. Je kunt niet luisteren. Je hoort alleen wat jij zelf wilt. Hoe kan juist jij dit zo laten gebeuren? Je kunt niet luisteren. Je kunt niet zien. Je ziet alleen je eigen grootheid. En die zie je helemaal verkeerd. Je hebt op de kermis niet goed geluisterd. Wat gebeurt er nou, Smerle? Thank you.
dicht. Nou, Suree gaat toch elke avond? Ik word gek! Van dat hek! Overal hekken! Overal hekken! Op elke vierkante centimeter pot zetten ze hier een hek neer! Voor de dieren zetten ze rot op, ik wil naar de dierentuin! Vind je toch ook weer achter een hek? Ja, maar daar kan ik tenminste nog uit ontsnappen! Oh. Maar hier! Kilometers hek! Rijk word ik ervan! Rijk! Verdwijnt deze vijver nu of niet? En die andere plas ook? De zwemplas? Nee, die andere. Je moet je kaart omdraaien. Oh. Jij! Oosterhout aan zee! Suree aan zee! Zeg, Fie, blijf niet langer zo lullen. We zoeken ons suf naar ons spullen. Ik zwijg al, ik zal het beloven. Gooi dan maar een pizza naar boven. Espresso, cappuccino, fermato, extazo. Ik hou zo van quattro. Stagione o formaggio. Ja, ben ik moet doen hoor. Oh nee, was er mis van maandag, hè? Ha, dat zou je niet willen weten. Zeg, wat is ik zag een knul, ik zag een jongen. In oktober, de 12e juist hier. Het was voor dit oude gebouw. En wat jammer nou,
haar adres. Laatst zag mijn zusje hem lopen met zijn vrienden op weg naar Den Hout. Ze deed hem de groeten van mij. Mijn God, wat was ik blij toen hij zei: Darlin, zag jou gisteren daar. Mijn maag voelde zo naar. Swingend, zingend, alles vond ik raar. Kon daarna niet slapen en ik telde 100 schapen. Niets anders in mijn gedachten, want ik dacht de hele dag aan haar. Swingend, zingend. Ja, moe. Nee, lama. Ja, moe. Pa. Ja, moe. Slaapt al. Ja, moe. Hoe kan ik nou toch slapen als ik met een probleem zit? Mes, ik slaap toch altijd volgens jou als jij met problemen zit? Hé? Hey. Je bent allemaal, hey. Je bent allemaal zo bang, pa. Bang waarvoor? Dat het allemaal niet durven al. Waar niet? Ja, de bruiloft. Hoezo? Wou jij hele dood gaan dan? Nee, natuurlijk niet. Ik kan dat ook niet. Volgende week komt er nieuwe thuis willen. Ja. Kan ik dat. Thank you.